Het is een schande. Ongezien een naaimachientje kopen en niet eens het merk weten. Maar gelukkig is het een Singer. Maar hij zit muurvast. Doe eens gek, laten we stellen dat het een goed werkende Singer 24 is. Maar dat is niet waar. Oorspronkelijk was de 24 bedoeld als industriële naaimachine. Het valt echter weg bij deze 31K32 uit 1925. Niet verwonderlijk prijst de Singer later deze machine aan voor huishoudelijk gebruik. En zelfs als speelgoed. Wist je overigens dat deze Singer 20, of zo handy, gebaseerd was op de 24? Een eendraads kettingsteker. Is dat een mooie bewoording voor een naaimachine die ergens tussen 1988 en de jaren 40 werd gemaakt? Er werden zo'n 50 tot 80 variaties van gemaakt. Dit naaimachientje heeft het 24-7 plakkaat. Het is een industrieel model en uit het serienummer valt af te leiden dat het uit 1913 komt. Onderop heb je de regelaar voor de stikselafstand tussen de 4 en 12 steken per inch. Maar dan moet hij natuurlijk wel werken. Nagenoeg iedere 24 heeft het type 24x1 naald nodig, oftewel de DHX1. De naald moet met de platte kant naar rechts toegericht zijn. Het draad gaat dan van links naar rechts door de naald. En op dit punt laat ik je eigenlijk altijd zien hoe je de naaimachine moet inrijgen. Maar er zijn zoveel variaties dat ik je enkel kan laten zien hoe je dat bij dit model moet doen, de 24-7, minus de missende onderdelen dus. Allereerst steek je het draad door het kleine gaatje van de kringel of de haak aan de achterzijde. Dan naar het V-element en dan beneden rechts langs het spanningselement. Onder het spanningselement moet een schroefje zitten, daar onderlangs. En dan via de andere kant van het spanningselement weer naar het V-element terug. Links naar en onder deze clip. Dan door het gaatje bovenaan de naaldbalk. Achter het tweede spanningselement door richting de naald. En zoals gezegd, van links naar rechts door de naald. Je kan meteen gaan naaien, want er is geen spoeltje nodig voor de onderdraad. Goed om nog even twee dingen te vermelden. Onthoud dat ik een beginneling ben. Dit is mijn eerste 24 en ik heb er nog niets mee genaaid. Tweede dingetje, bij vrijwel iedere naaimachine moet je het balancewiel naar je toe draaien. Niet bij de 24, beweeg het balancewiel juist van je af en niet naar je toe. En wanneer je klaar bent met naaien, trek bovenaan aan het draad zodat je wat slack hebt. Pas dan kan je het werk goed onder de naald wegtrekken. En nog een derde ingekomen tip, zet het regelmatig in de olie. Want dat is juist de reden dat hij van mij niks meer doet. Iedere naaimachine heeft olie nodig. Er zijn een aantal oliepunten op de machine. En in de handleiding tel ik er al zo 22. Eigenlijk wel een leuk dingetje. Alleen jammer dat hij niet werkt. Ja, en nou op zoek naar een werkende 24.